De impact van big data op onze samenleving is heel groot. We maken als bank eigenlijk een transitie van fysiek naar online. En daar speelt data een cruciale rol in. De data is eigenlijk de kurk waar de online omgeving op draait. En de tweede belangrijke factor in dit geheel is eigenlijk het faciliteren van innovatie. Dus ik zie een viertal verschillende toepassingsgebieden. Enerzijds eigenlijk het optimaliseren van je infrastructuur. Dat is eigenlijk een efficiëntieslag. Het tweede is eigenlijk het optimaliseren van je bedrijfsprocessen. Dat is eigenlijk ook een efficiëntieslag. De derde categorie is het creëren van klantwaarde. Dat is eigenlijk het optimaliseren van je online omgeving. En het vierde, en dat is een hele spannende categorie eigenlijk, dat is het creëren van nieuwe businessmodellen of nieuwe verdienmodellen. Nou, privacy is een heel belangrijk onderwerp, met name dus als je gaat kijken van wat kan ik met die data doen en kan ik daar commerciële toepassing op bouwen. Wat wij in ieder geval belangrijk vinden is dus dat klantbelang centraal staat. Dus jij moet er in ieder geval weet van hebben, je moet in controle kunnen zijn. Maar ook heel erg belangrijk, er moet een soort wederkerigheid in zitten. Dus niet wij moeten er baat bij hebben, maar ook jij. En eigenlijk een heel simpel voorbeeld is op het gebied van fraudedetectie. Dus jij zit hier. Er wordt een pintransactie gedaan in Maleisië. Dat is raar. Wij weten dat. Wij waarschuwen jou en zeggen van hey, er is wat aan de hand. En daar ben je eigenlijk blij. Dus dat bank daar jou op attendeert. Nou, ik denk dus dat er een drietal kansen zijn voor de financiële sector. Eén is op het gebied van efficiëntie. Ik denk dat er is een hele discussie geweest over artificial intelligence, hè, wat je daarmee kan bereiken. En ik denk dus dat de toekomst ook is dus dat er heel veel van de mens, wat de mens eigenlijk nu doet, vervangen kan worden door machine deep learning technologieën. Dus er is zeker nog een efficiëntieslag te bereiken. En twee is denk ik heel veel op gebied van klantbeleving, de klantofferings relevant te maken. En de derde is eigenlijk versnelling van de innovatie. Dus in plaats van alles zelf proberen uit te denken en zelf te innoveren, kan je ook andere start-ups in staat stellen om op top of jouw infrastructuur te innoveren. Ik denk dus dat het heel relevant is om naar zo'n congres te gaan, vooral met name om kennis en kunde met elkaar te delen. Want elke industrie worstelt eigenlijk met dezelfde onderwerpen. Hoe ga je nou om met die data? Hoe ontsluit je dat nou zinvol? Wat zijn nou zinvolle technieken? Wat voor businessmodellen kan je daar nou eigenlijk op bouwen? En ik denk dat het heel relevant is in het stadium waar je eigenlijk nu zit met big data, om dat met elkaar uit te wisselen.